komen ze. Hier komen 100 panelen voor Roeivereniging De Hoop. En daar zijn wij heel erg blij mee. Ecostroom heeft weer een nieuw dak gevonden. Dat is het dak van de Roeivereniging De Hoop. Dat is de oudste roeivereniging van Amsterdam. Er komen hier 142 panelen en die wikken samen zo'n 40.000 kWh op. En daarmee kunnen we een groot deel van deze vereniging van groene stroom voorzien. Dat betekent dat de leden overgaan naar duurzame energie, wat ze zelf ook heel belangrijk vinden. Ik word heel blij dat ik die zonnepanelen zie. Ik heb er echt op gewacht. Ik denk, wanneer komen ze nu? Het is voor een roeivereniging zeker logisch om voor duurzame energie te kiezen. Want wij zijn met de natuur bezig en wij zijn buiten bezig. Dus wij willen niet sporten in vervuilde lucht. Waarom ik het zo belangrijk vind is, kijk, de energie die wij kunnen krijgen van de zon, die krijgen wij in principe voor niks. En alles wat we daar uithalen, hoeven we niet te stoppen in aardgasenergie, olie-energie, die vervuilend is. Dus elke bijdrage daaraan is meegenomen. Nou, roeien is een duurzame sport. Als roeier ben je veel op het water, in de natuur. En dat maakt dat voor ons de link snel gelegd was om te investeren in het plaatsen van zonnepanelen. Het is natuurlijk ook een sport waar mensen met energie bezig zijn. En je doet het alleen op spierkracht, helemaal zelf. De snelheid uit de vloot, die haal je alleen maar voort uit de energie die je zelf opwekt. Ik deed topsport, ik ging naar de Olympische Spelen, ik ging naar de wereldkampioenschappen. En een second successive victory voor Dr. Goebel of Holland. Nu roei ik nog steeds en nu hoef ik helemaal geen wedstrijden meer te winnen. En het bijzondere is dat ik het nog steeds heel leuk vind. Het boegbeeld van de vereniging is Frans Goebel. Hij wordt ook wel keizer van de Amstel genoemd. Hij heeft vele prijzen in de wacht gesleept voor De Hoop. En hij traint in alle vroegte hier op de Amstel. Als het water nog rustig is. Ik ben Frans Goebel, 32 years old, world champion lightweight single sculler. Mijn naam is Frans Goebel en ik ben 57. Kijk, het leuke van roeien is dat je te maken hebt met de omstandigheden van het water, van het weer. Ik roei hier al 50 jaar en ik leer ook weer steeds wat bij. Dat ik denk van verrek, als ik dat nou 20 jaar geleden op deze manier gedaan had, dan was ik veel harder gegaan. Het is dezelfde beweging, maar toch is het heel subtiel anders. Het leuke van roeien is ook, doordat het je lichaamsenergie kost, kom je ook in een soort flow terecht. Je gedachten die stromen en je kan je hoofd leegmaken. En dat heeft natuurlijk heel veel sport, maar dat heeft roeien wel heel iets bijzonders. Omdat je op dat water zit en dat geeft heel veel rust. De gemiddelde leeftijd van onze leden wordt steeds jonger. En we vinden het daarmee ook belangrijk om ook naar de toekomst te kijken. Voor ons is het belangrijk om dat op een energiezuinige, duurzame manier te doen. We zijn trots op dit gebouw. Het is een oud gebouw uit de jaren 50. En het handige van dit gebouw is dat het allemaal schuine daken heeft. Zo. En elke keer op zo'n schuinte kun je dus panelen leggen. En precies op het zuiden gericht. En die hebben op die manier een hele goede opbrengst. En het past dus helemaal bij de architectuur van het gebouw. Het mooie is van dit project, het is groen, maar het is ook heel rendabel. De vereniging gaat daardoor echt minder energiekosten betalen, wat op lange termijn dus heel gunstig is voor hun portemonnee. Hoe werkt het nou precies? Als de panelen hier straks liggen, schijnt de zon op de panelen. Die maken daar zonne-energie van. Die leveren dat terug in eerste instantie aan de vereniging voor eigen verbruik. En wat overblijft aan het net. Daar krijg je ook nog geld voor, dus dat is ook nog rendabel. Maar het grootste deel zal door de vereniging zelf gebruikt worden. Zijn er natuurlijk allemaal mensen die zeggen van ja, maar rendeert het wel? Hè? Van hoeveel jaar moet ik daarover doen om het terug te verdienen? Ja, dat is natuurlijk nooit het enige argument. Hè? Want het argument is ook dat je gewoon geen fossiele energie gebruikt. Hè? Elk klein beetje wat je bespaart aan fossiele energie is meegenomen. Roeivereniging is een bekend gebouw, want het ligt aan de Weesperzijde. En er komen hier duizenden fietsers per dag langs. Maar zij zullen er bijna niks van zien dat hier zo PV-panelen op het dak liggen. Maar als ze dan verderop over de bergbrug de Amstel oversteken, dan kunnen ze vandaar op het hoge dak kunnen zij de zonnepanelen zien liggen. En dan zien ze dat dit ook een duurzaam gebouw is van een duurzame vereniging. Want we bestaan tenslotte al meer dan 160 jaar. Dit is natuurlijk ook een hele bijzondere vereniging, want dit is een hele oude vereniging. Hè? Dit is de ene oudste sportvereniging in Nederland. Nou, daarom is het ook zo'n goed signaal dat juist deze vereniging als oude sportvereniging ook gekozen heeft om te investeren in moderne energie en in toekomst. In februari, maart ging ik elke keer hier roeien en dan keek ik van zie ik ze al, want ik wilde heel graag dat ze kwamen. Nu zijn ze er.
Het is zo mooi als je nu wegvaart richting Ouderkerk, dat je dan op het dak van de hoop de zonnepanelen ziet glimmen. Daar ben ik heel trots op. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de energie van de zon, want die is er gewoon, die is er voor ons. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die gaan gebruiken. Ja, we zijn erg blij dat die panelen er liggen. Niet alleen voor onze vereniging, maar ook dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een schoner Amsterdam. Wij vinden dat iedereen groene stroom moet kunnen opwekken in Amsterdam. Dus we gaan ook weer een school met zonnepanelen beleggen. We hebben al diverse bedrijfsdaken gedaan. En wij blijven op zoek naar daken, ook voor mensen die geen eigen dak hebben om zonne-energie op te wekken. Want samen moeten we die groene doelstellingen halen. Samen moeten we gewoon proberen heel Amsterdam groen te krijgen. Daar gaan wij als EcoStroom voor.